al mijn kracht uit fysieke training en uit voeding. Want ja, daardoor ben ik zo sterk mogelijk en kan ik winnen. Ja, en uiteindelijk is winnen wel het leukste wat erbij is. Ik ben op mijn 6e begonnen met zeilen en toen was het gewoon vooral leuk, want al mijn vriendjes en vriendinnetjes deden het. En het was vooral eigenlijk een manier om te ontsnappen aan je ouders. Dus je duwde je bootje van het water en je had alle vrijheid. Ik kom hier vooral in de duinen om mijn hoofd leeg te maken of gewoon lekker te genieten van de omgeving. Water en ik gaan gewoon heel goed met elkaar, dus ja, die omslaande golven, dat is wel echt het lekkerste geluid ooit. Ik heb gewoon een heel grote passie voor voeding en als ik dan tijd over heb op trainingsstages, dan vind ik gewoon gaaf om cursussen te volgen of onderzoeken. Voeding is een van de belangrijkste dingen, want je kan gewoon niet hard trainen en ongezond eten en dan verwachten dat je dus het beste bent. Dus alles komt gewoon samen en alles valt en staat met de voeding. En goede voeding heb je gewoon nodig om je spieren te voeden en je bent uiteindelijk toch je eigen motor. Ik ben gewoon trots dat ik voor Nederland mag uitkomen op de Olympische Spelen. En ik hoop ook dat ik Nederlands trots kan maken deze zomer.